Soms zit het mee. En soms zit het tegen. Welkom bij weer een nieuwe boekenrubriek met Theodorus van Zeggelen. Zeg maar Theo. In deze nieuwste boekenrubriek behandel ik Madame Jeannette van Mireille Geus. Dit is een autobiografische roman. Dat betekent dat de schrijver vanuit de ik-persoon en vanuit de eigen belevenissen het verhaal schetst. Mireille de Geus is in werkelijkheid een dochter van één Surinaamse ouder en één Nederlandse ouder. Maar wat is het verschil tussen Surinamers, Nederlanders, Marokkanen? Wij zijn allemaal één familie, één mens. Ik zie geen kleuren. Zoals ik u al vertelde, is Madame Jeannette een autobiografische roman. Waarin Leonora, de hoofdrolspeelster, 9 is als haar moeder overlijdt. Haar vader kan niet voor het gezin zorgen. Hierdoor wordt Leonora bij haar tante geplaatst. En ze weet op dat moment niet waar haar broers en zussen zijn. Dat is vervelend. Tijdens haar middelbare school gaat zij terug naar Amsterdam, naar haar vader. Jaren later wordt zij door haar geliefde verlaten. Hij miste immers bij haar een thuisgevoel. Om de op dat moment naderende feestdagen niet alleen te zijn, begint Leonora in dit boek, niet in het echt, een Surinaamse kookcursus. En dan beginnen de herinneringen uit haar jeugd terug te komen. Weten waar zij vandaan komt, helpt haar te zoeken waar ze heen wil. Het is een fantastisch boek. En ik zou u ook dan willen aanraden om dit boek te lezen. Mireille de Geus, Madame Jeannette. Een indringende roman. Mijn naam is Theodorus van Zeggelen. Zeg maar Theo.